Dit plantje, het bloemetje is al een beetje, weet ik wel, verwelkt, weet ik veel. Ja, een heel leuk bloemetje, mijn kleur ook nog, het is paars. Dus leuk, er zat een gebedskaart in. Wil je ook het avondmaal mee vieren met ons allemaal? Dat kan, ik nodig jullie van ganse harten uit bij de lichtbaken, oftewel lichtbaken. Den Helder. Ik zal even het laten zien. Lichtbaken Den Helder. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer vrijdag 10 april. En we leven om 13:44. Ik heb Rebecca af moeten bellen, want dat ging vanochtend met mezelf niet. Nee, ik was hondsberoerd van de hoofdpijn. Het is gelukkig na 2 medicatie te gebruiken gezakt. Ik werd ook nog uit mijn bed geweld door mensen van de kerk, een echtpaar met kinderen. Ze bleven op afstand, maar ze hadden wat bij hun voor mij. Maar ze hadden ook een kitcar achter de fiets. En daar hadden ze nog veel meer. En er zat een wit zatje in. Dat. Maar er zat ook inhoud in hoor. Maar dit zatje stond voor mijn poort. Keurig op afstand. Nou, dan zal ik eventjes blijven staan. Dit plantje, het bloemetje is al een beetje, weet ik wel, verwelkt, weet ik veel. Ja, een heel leuk bloemetje, mijn kleur ook nog, het is paars. Dus leuk, er zat een gebedskaart in. Kan ik dus invullen. Een zakje met zaadjes, nou ik heb een hekel aan die plant. Ja. En voor vanavond, denk je voor vanavond? Ja, voor vanavond. Voor vanavond. Zat in een bruin zakje. En deze zat aan de tas vastgeniet. Of jullie het allemaal kunnen lezen. Maar in ieder geval. Deze zat erin. En nog een andere brief. Althans, brief 1. 3 dagen. Van de lichtbaken. Vanavond 7 uur op YouTube gaan ze live de lucht in. Met het laatste avondmaal van. Ja, dat. Dat ga ik zo vanmiddag ook even lezen. Want ik weet het allemaal niet. Ik ga het nu niet lezen. Ik heb het ook nog niet gelezen. Dus dat moet ik straks nog allemaal even doen. Maar in ieder geval staat ook in deze brief hoe en wat. Het begint in ieder geval om 7 uur. Dat weet ik al wel. Zal Forum de Paas ook uitgesteld tot 31 mei. Op die dag is het Pinkster. Ik kan er iedereen klem zetten die ons dingen heeft beloofd als Paas en Pinkster op één dag vallen. Ja, inderdaad. Oh god, ja, wij maken ook nog gein, hè, met de kerk, ja. Ja, onze kerk heet de Lichtbaken. Maar ja, dat ga ik dus straks allemaal lezen op mijn gemakje. Ik laat het allemaal gewoon leggen. Enkel die tas, ja, die kan opgeruimd worden. Ja. Even zien, ik moet zo om. Dus dat komt allemaal goed. Oh ja, en er zat nog wat bij. Oh ja. Ik leef trouwens ook, maar.
Ja, wat zou dat maar wezen? Ja, jullie denken wijn, nou nee. Dit is, oh ja, wel wijn, maar vruchtensap, want ik mag wijn hebben. Als je dat niet mag hebben, vanwege wat voor dan ook, dan steek je je vinger op en dan krijg je alleen nog vruchtensap. Dus ja, allemaal goed en wel, maar dat kleeft. Dat moet ik ook schoonmaken. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet met z'n allen. Ik ga even lekker met Rijka lopen, even de frisse lucht in. Veel heb ik niet te doen dan enkel te weer renderen. Ja, ik heb gisteren is er geloof ik geen film online gekomen. En ik weet ook niet of er vandaag al eentje online komt, want ik ben niet helemaal in orde. Komt nog steeds door de hoofdpijn, ik ben down en ja, komt wel goed hoor, daar niet van. Een keer verder is niks, dus geen griep of wat dan ook. Nee, het komt door mijn hoofdpijn. Dat heb ik altijd. Ik weet dat het komt. Maar ja, degenen die mij kunnen, die weten hoe ik ben. En die weten ook dat het wel weer goed komt. Ja. Dus, ze zeggen lieve vrienden, geniet ze. Ga ik ook doen. Even lekker met Rijka lopen. En ja, er is een zonnetje, maar... Dan zeggen, oh wat is het prachtig mooi weer. Nee, dat is het ook weer niet echt. Maar oké, ik ga er vandoor. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben net weer binnen met Rijka. En het is inmiddels 18:33. Net 6:30 geweest. Ik moet nog eten en ik hoop dat ik op tijd klaar ben om naar YouTube te gaan. Om de kerkdienst bij te wonen van onze kerk. Het avondmaal, want dat wil ik toch wel even meebeleven. Ik heb een plaatje gemaakt. Ik heb een filmpje naar YouTube gebracht. Dus ik ben ook aan het renderen geweest. Dus ja, het is mooi weer, maar het is koud hoor. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder en doe wat jullie moeten willen. Wil je ook het avondmaal mee vieren met ons allemaal? Dat kan. Ik nodig jullie van ganse harte uit bij de lichtbaken, oftewel lichtbaken Den Helder. Ik zal even het laten zien. Lichtbaken Den Helder. Er zullen wel meer kerkdiensten komen, heb ik zomaar het vermoeden, want er staan al meer filmpjes daar ook. Dus ja, ik zou toch zeggen, kom kijken als jullie deze film ziet, want ja, dan is deze avond alweer voorbij, uiteraard. Kom gewoon gezellig bij, wie weet is het ook wat voor jou om naar een baptistengemeente toe te gaan. Zo niet, nou ja, ook goede vrienden, ja toch? Niks moet, alles mag. Maar nu zeg ik een hele fijne avond en graag tot later. Ik zeg tot dan. Doei!